Ik had aan die kant afgesproken. Zet zij me hier neer. Nou, heel deze week zien jullie de intro van Laila. Mijn normaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik ben Marina, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind. En vandaag hebben we een sketchvideo. Dat zijn de 5 dingen waar ik echt een hekel aan heb. En ja, laten we maar beginnen. Oh ja, en wie helpt mij vandaag met de video? Mijn vader en mijn moeder. Het eerste waar ik echt een heel erg hekel aan heb is proosten. Weet je, ik vind proosten zelf niet erg of zo. Ik vind het wel goed, alleen ja, kijk maar waar ik nou precies zo erg vind aan proosten. Nou, ik ben hier samen met mijn moeder even wat aan het drinken. Ja, wij vieren proost op deze gezellige dag en ik zeg, we gaan genieten. Oh mam, godver, je moet echt wat zachter proosten. Oh ja, sorry. Nou jongens, het tweede waar ik dus echt niet tegen kan is dat mensen over me heen gaan praten. Misschien denk je nu, wat bedoelt ze daarmee? Maar ga maar kijken. Oké, gaan we naar de kassa. Ja. Kijk hier, reken jij zo maar af. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, dat is 1 euro. Mag ik u wat vragen? Ja, maar natuurlijk. Is uw dochter helemaal blind? Een vraagje, Marina. Ben jij helemaal blind? Ja, zeg maar tegen de meneer dat ik helemaal niks zie. Ja, meneer, ze ziet helemaal niks. Oh, dus ze is helemaal blind? Helemaal, volledig. Okay. Ja. Mogen wij onze sinaasappel? Ja, alsjeblieft. Ja? Oké. Okay, jammer. Dag, fijne dag, hè? Dag. Jongen, jongen. Ja. Eigenlijk had ik moeten zeggen, ja, maar niet doof. Ja. Jongens, weet je waar ik nou ook zo slecht tegen kan? Dat is alweer nummer 3. Als mensen mij ongevraagd gaan helpen, tuurlijk, ze bedoelen het aardig, maar als je ooit een blinde zo ziet staan, vraag dan eerst, zou ik je even helpen en wacht op een antwoord. Dan ga maar kijken wat er best wel vaak helaas gebeurt. Nou jongens, mijn vriendin is weer eens te laat. Ik sta hier bij de oversteek, heb ik met haar afgesproken, maar het is maar 5 minuten te laat. Ik wacht maar, hè. Oh, hoi. Hallo. Kom maar, ik help je wel eventjes. Ja, het is ook wat, hè, als je blind bent. Ik snap het heel erg goed hoor. Weet je, het is ook vervelend. Je ziet helemaal niks. Nou, kijk eens, ik heb je weer naar de overkant gebracht. Hier zijn de ribbeltjes. Fijne dag hè, verder. Doei. Ik ga terug hoor. Had ik daar ongevraagd? Jezus, ik had godverdrie. Ik had aan die kant afgesproken. Zet zij me hier neer. Nou, we zijn bij onderdeel 4 en dat is dat mensen zeggen dat ik het niet kan, dus ga maar kijken. Ja, ik denk gezellig, ik kom even bij je op visite, het is in de buurt, dus... Dat is gezellig, ja. Hé, wat wil je drinken? Nou, doe maar even een glaasje water, man. Ik ben op de fiets, ik ben echt bek af. Zo. Ik kan gewoon, wou ik zeggen, uit de kraan hoor, dat is geen probleem. Oh nee, ik doe het wel lekker uit de kan. Uit de kan? Ja, uit de waterkan. Je hebt dan gewoon, je hebt zeker een fles of zo. Oh ja, nee, wacht maar, ik help je wel even, want dat gaat nooit goed. Dat lukt je niet hoor, want je zal zien, dat gaat er allemaal overheen. Dat kan ik wel. Oh, sorry, ik heb geknoeid. Nou ja, weet je, we halen er even een doekje overheen en zo, klaar. Zal ik hem even terugzetten? Ja, zo zwaar en dadelijk klots je alles eroverheen. Ik zet hem wel voor je terug. Hé, maar wat woon je hier leuk, zeg, gezellig. En we zijn er weer bij onderdeel 5. En dat zijn de domste vragen die ik ooit heb gekregen. En dan denk ik echt, mens, hoe kan je dit nou vragen? Nou, ga maar kijken. Vooral de eerste 2 zijn erg. Jo, ik heb een paar vragen aan jou. Vraag je bent natuurlijk... Kijk, dat bedoel ik. Hashtag vraag maar raak. Hoe loop jij? Hoe ik loop? Op 2 benen? Hey, dat is een beetje een domme vraag, hè? Ja. Oké. Loop je, maar ik bedoel eigenlijk meer met een stok, of niet? Of, nee. Ja, laat maar. Een beetje domme vraag, ja, sorry. Ik heb nog een andere vraag, hè? Ja, als je nou 's avonds gaat eten, hè, hoe weet je dan wat je eet? Nou, dat hoor je volgens mij gewoon te proeven. Ik heb niks mis aan mijn smaakpupillen. Oh. Ja, oké. Dus jij proeft of... Ja. Dus je proeft het verschil tussen rijst en... Ja, stom. Jij toch ook? Ja, stom. Ik heb nog wel een andere vraag. Mm-hmm. Ja, hoe kleed jij je aan dan? Help je moeder je daarbij? Nee, ik ben 12. Ja, maar je bent blind?
Ja, en? Ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe kleed je je dan aan? Nou, ik doe eerst mijn sokken aan, dan mijn onderbroek. Ja, maar als je naar binnenste buiten zit? Wat voel je? Waaraan voel je dat dan? Nou, als je een print aan de buitenkant hebt, dan voel je toch dat die binnenste buiten zit. En je hebt labeltjes waar je kan voelen dat het de achterkant is. Oh, ik denk dat ik maar stop met vragen, want ik vraag allemaal domme... Lijkt me een goed idee. Vragen. Sorry. Ja, mag niet. Nou, dit was weer de video. Sorry mensen dat ik zo onder het hooi zit, maar ja, dat heb je met zo'n kleine cavia. Ja. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En als je nog meer sketchvideo's wilt zien, zet in de reacties. Wat voor sketches jullie nog zouden willen zien? Ja. Want ik vind het namelijk heel leuk om te maken. Volgens mij is het ook leuk om te zien. Dus ja, tot morgen. Joehoe! Jullie nou nog meer filmpjes zien? Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!